Ja, ik praat verder met Emily Talpen van Open VLD. Dag mevrouw Talpen. Ja, u heeft het zelf ook aangehaald. Hè. Het is de federale overheid die 10.000 langdurig zieken naar werk wil begeleiden. Mm-hmm. En u vraagt Vlaams minister Muiters hoe de VDAB haar beleid daarop zou afstemmen. Had u twijfels? Nee, het is zo dat langdurig zieken, daar zitten ook heel wat werklozen tussen. En voor die werklozen, het re-integratietraject wordt opgesteld in samenwerking met de VDAB. Dus was het heel belangrijk om te weten van de minister welke actieve rol dat de VDAB zal spelen of als ze eventueel een bijsturing van haar beleid overweegt in het kader van die maatregel die nu federaal genomen is om langdurig zieken toch te activeren. Het was niet dat u twijfelde aan de bereidheid van de VDAB om dat te gaan doen. Nu, ik heb de minister horen zeggen, de VDAB moet zich niet aanpassen. Vandaag gebeurt al het nodige werk. Bent u dan tevreden met zijn antwoord? Wel, het is zo dat de VDAB uiteraard vooral focust op maatwerk. Dus ik denk inderdaad dat er daar al heel wat gebeurt. We hebben ook heel wat goede praktijken. Ik had daarnet ook aangehaald dat we die goede praktijken ook kunnen delen met de andere regio's, met Wallonië en met Brussel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we elkaar daar gaan versterken. Het is tot slot ook een federale maatregel die we moeten België kunnen op een beter niveau krijgen, zal ik het zo zeggen. En Vlaanderen levert heel goed werk en de VDAB heeft heel wat expertise en bemoedigende resultaten. Dus die moeten we ook kunnen delen met de andere regio's. Zou Vlaanderen beter kunnen worden van een samenwerking met het Brussels gevest en met het Waals gevest? Samenwerking is altijd aan te bevelen. Ik denk dat we, als we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen expertise uitdelen, dat het altijd... Het beterschap situeert zich dan op de expertise die u dan ook ziet in Brussel en Wallonië. Ja, uiteraard. De resultaten in Brussel en Wallonië zijn niet zo goed. Die staan achter Vlaanderen wat betreft de integratie van die zieken. Maar u zegt het zelf, er is verbetering mogelijk. En ik vind dat Vlaanderen daar zeker een belangrijke rol in moet spelen om die verbetering mee te faciliteren. En waar zij opportuniteiten ziet of good practices dat ze kan delen, dan moeten we dat zeker doen. Ja, nu reactiveren van langdurig zieken, zitten de bedrijven daar op te wachten? Als ik de federale ministers goed heb begrepen, dan is het met behoud van loon van de vorige job, maar wel voor aangepast werk. We voelen toch wel een mentale switch eigenlijk. Ik denk dat de werkgevers meer en meer beseffen dat ziekte niet altijd gepaard hoeft te gaan met inactiviteit. Zeker niet voltijds inactiviteit. En dat er heel wat goede krachten zitten als ze een lichte aanpassing van de werkvloer doen. En dus, heeft u contact bij bedrijven die u dat bevestigen? Contacten bij bedrijven, ik denk dat dat gezond verstand is en dat als je een goede werknemer hebt, een goede medewerker, dat je dan alles doet om die zo lang mogelijk, of toch minstens al is het tijdelijk of met een bepaalde aanpassing, dat u die zo dicht mogelijk bij u wil houden. Want ervaring is dan altijd enorm belangrijk in een bedrijf. Nu, Vlaanderen is een KMO-land, hè? Vaak kleine bedrijven met een handvol werknemers. Ik kan me best voorstellen dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is voor een bedrijfsleider met 4-5 mensen in dienst. Om dan nog eens extra in te zetten, aangepast werk te zoeken voor iemand die dan één dag per week langskomt. Ik denk net voor een KMO dat het belangrijk is, de individu en dat de persoon die langdurig ziek wordt, dat die meestal wel een cruciale rol in het bedrijf speelt en dat voor hen het behoud van die persoon net een meerwaarde is, een pluspunt. Dus ik denk niet zozeer dat er daar een groot verschil is. Het hangt natuurlijk af van hoe zwaar dat die persoon arbeidsongeschikt is en hoe zwaar dat de aanpassingen op de werkvloer zijn. Ik denk dat daar de belangrijkste sleutel is van kunnen we blijven verder gaan of zal dit toch moeilijk worden en moet er een volledige andere functie aan die persoon toegekend worden. En dan is het voor een KMO uiteraard iets minder makkelijk. Ja, van het moment dat het voor een bedrijf meer zou gaan kosten, is het dan te ver voor u? Is het dan een brug te ver? Ja, die kosten, dat kan ik natuurlijk nu niet direct... Dat zijn individuele gevallen. Het gaat over productiviteit natuurlijk. Ja, maar zoals ik al zei, ik denk dat voor een bedrijf de meerwaarde van een individu op zich belangrijker zou moeten zijn toch dan eventueel een meerkost omwille van bepaalde aanpassingen op de werkvloer dat hij moet doorvoeren. Dus ik ben op dat vlak wel positief dat ik denk dat, dat bedrijven daarvoor wel openstaan. Ja. Nog eens terugkomen op die samenwerking met de andere gevesten. U bent parlementslid. Gaat u dit verder opvolgen? Dat die samenwerking er komt? Ja, ik ga dat zeker verder opvolgen. Ik denk in de commissie dat we over interregionale samenwerking, interregionale mobiliteit, arbeidsmobiliteit, ook constant de minister eigenlijk ondervragen en ook wat achter zijn rug zitten en duwen, dat het toch wel enorm belangrijk is. We zijn nog altijd allemaal Belg en ik wil dat het goed gaat met België. Ja, dat klinkt als een